De gemeente Rotterdam gaat het de armen niet gemakkelijker maken. Door een soberder armoedebeleid krijgt een deel van de allerarmste gezinnen een paar honderd euro per jaar minder. Nog minder. De vraag is natuurlijk waarom mensen te weinig geld hebben. Dat is altijd de vraag. En dat geldt niet voor iedereen, maar het komt ook voor dat er mensen zijn die weinig geld hebben per maand, omdat ze schulden hebben die ze moeten afbetalen. En schulden heb je wel zelf gemaakt. En dat geldt voor een hoop mensen dat je zou kunnen zeggen, maar die schulden zijn toch door een bepaalde gebeurtenis ontstaan waar veel begrip voor mag zijn. Soms is het natuurlijk ook anders. Dan hebben mensen schulden gemaakt door er gewoon niet goed op het kasboekje te letten, zullen we maar zeggen. En in die gevallen willen we meer doen met schuldhulp of geldlessen, budgetbeheer. De oplossing voor mensen in armoede is niet altijd meer geld geven. De oplossing is ook heel vaak mensen beter leren omgaan met een kleine beurs. Hulp in de vorm van coaching dus. Maar voor de dagelijkse maaltijd blijven ze aangewezen op voedselhulp. Maar Nederland is een rijk land. Eigenlijk hoort zo'n voedselbank niet eens te bestaan, toch? Daar ben ik het zeer mee oneens. Maar wat de voedselbank doet, is ervoor zorgen ook dat voedsel dat nog wel goed is om te eten, dus niet schadelijk voor de gezondheid of iets, maar toch niet meer de kwaliteitseisen heeft die een commerciële verkoper eraan wil geven, dat het niet weggegooid wordt, maar terechtkomt bij gezinnen en mensen die het goed kunnen gebruiken. Dus ik vind dat een heel mooi systeem eigenlijk. En zeker met vrijwilligers die dan hun tijd erin stoppen om dat mogelijk te maken, ben ik een groot voorstander van de voedselbank. Ik zou de mensen willen oproepen, maar zeker ook bedrijven willen oproepen om te kijken of zij nog iets voor de voedselbank kunnen betekenen. Tijdens jullie actie gaat het dan om een donatie natuurlijk, ook in cash. Maar ook na die actie zal het natuurlijk van harte gewaardeerd worden wanneer er producten zijn, etenswaren zijn die bij de voedselbank goed terecht kunnen. Om terecht te komen bij uiteindelijk gezinnen die het hard kunnen gebruiken.